Roze ballonnen, roze etalages en roze lekkernijen. Alles in Doren is roze. En het is deze keer niet voor de Giro d'Italia. Kappers Jenny en Bonnie wisten bijna alle ondernemers in Doren enthousiast te maken voor hun actie. Het begon allemaal met een roze haarmasker waar de kapperszaak geld mee kon inzamelen voor pink ribben. Dat had ik zoiets leuk. Jenny roze, maar misschien leuk als heel Doren roze wordt. Ze hebben gaan bellen, samen met Bonnie. En zijn we alle winkeliers afgegaan en gaan bellen van, nou, willen jullie meedoen? En iedereen was zo enthousiast en ging meedoen. En nu is heel Doorn uh, roze. Bijna alle winkeliers in Doren doen mee aan de actie. De wijnhandel verkoopt roze prosecco, de kapper roze haarmaskers en de bakker roze cakejes. Hai Mariska! De roze cakejes van Mariska verkopen goed en dat levert Pink Ribbon dan weer 25 cent per cakeje op. Mensen nemen dat veel sneller mee, ook de tompozen. dus dat uh, ja, is heel leuk, ja. De hele maand zijn de keekjes bij Mariska nog te koop. Want het is borstkankermaand. De reden dat Jenny de actie heeft bedacht. 1 op de acht vrouwen heeft kans op borstkanker. Dus ik denk dat het gewoon heel goed is dat we daar goede aandacht voor vragen. Kapster Jenny hoopt dat de actie van de Doornse Winkeliers flink wat geld oplevert. Ik had nooit verwacht dat we zo, zoveel aandacht zouden krijgen. En dat de winkeliers zo enthousiast zijn en klanten die doneren. En ja, ik vind het echt geweldig.